Try looking up flail against my shield. Borderlands The Pre-Sequel is de derde game in de Borderlands-serie. Deze looter-shooter combineert first-person shooter gameplay met mechanics die we kennen uit role-playing games. Deze pre-sequel, die zich verhaaltechnisch tussen deel 1 en deel 2 afspeelt, draait ook om vier speelbare personages die we al kennen als NPC's uit de vorige Borderlands-games. De komende weken stellen we de verschillende characters aan je voor. Zo behandelden we vorige week Wilhelm the Enforcer. Nu gaan we verder met Athena the Gladiator. Athena the Gladiator is een van de vier speelbare personages in Borderlands The Pre-Sequel. Je kon haar voor het eerst tegenkomen in de downloadbare content voor Borderlands, The Secret Armory of General Mux. Your rescue is most agreeable. Thank you. But to be honest, mostly they just wanted to do my nails and talk about boys all the time. I almost sort of liked it here. Daarin hielp ze de Vault Hunters in het verslaan van de generaal. Deze tankachtige klasse heeft een actieskill, Kinetic Aspis, dat voor een schild zorgt die alle aanvallen van voren tegenhoudt. Athena, you've got your shield, which, I don't want to get sued, but if you upgrade it the right way, you can use it just like someone whose name rhymes with Schmapton Shimamerica. De schade die opgevangen wordt, levert ook energie op. En hoe hoger je level is, hoe meer energie je op kunt slaan. Zodra de timer is afgelopen, kan dit schild naar vijanden gegooid worden, waar het ontploft en weer de nodige schade aan. Do your work!